We zijn nu weg naar het stadion van FC Dordrecht, waar Jan Eversen, de trainer, na twee speelrondes al zijn ontslag heeft ingediend. Heeft hij gedaan omdat de technisch directeur en hoofdpersoon in dit boek, Marco Bogus, zou na de verloren wedstrijd tegen Emmen de kleedkamer ingekomen zijn en de spelers de huid hebben volgescholden. Eversen pikte dat niet, diende zijn ontslag in en roept nu overal en nergens dat Bogus een maloot is, dat een dictator is. Hij vergeleek hem met Kim Jong-un van Noord-Korea. Dus ik dacht, nou, weet je wat, we gaan Bogus even opzoeken en als ik er toch ben, meteen even een handtekening scoren. Hoe is het in jullie beleving gegaan na de wedstrijd tegen Emmen? Want daar, ja, die verhalen die conflicteren natuurlijk ook. Eversen zegt, nou, hij kwam binnen en hij schold ze de pestivus. Bogus zegt, nou, het valt wel mee. Ik zou zeggen dat het niet anders is gegaan dan het normaal gaat bij Dordrecht. Marco gaat zo te werk. Ik denk dat als je hier teken bij Dordrecht, dat je exact weet hoe het hier te werk gaat. Elke trainer, elke speler. Marco zal daar nooit over liegen. Ja, wij staan gewoon met z'n allen achter het beleid, achter Marco. Dus ja, voor mij is het gewoon meer een statement van er zijn meerdere jongens die achter Marco staan. En niet alleen dat die vier die hij dan zegt. We hebben net een verklaring gehad van de spelers. En nu krijgen we ook nog te horen dat Marco Bogus gaat vertellen wie de nieuwe trainer wordt van FC Dordrecht. Dus stay tuned. Wie is de nieuwe trainer van FC Dordrecht? De nieuwe trainer van FC Dordrecht tot het einde van het seizoen staat achter mij. Harry van der Ham, want die staat voor een foto waar Harry van der Ham op staat. En dus jij bedoelt Harry van der Ham? Ja. Hoe zijn de afgelopen dagen gegaan? Want er is nogal wat modder op en neer gegooid. Of in ieder geval één kant op. Ik wou net zeggen, dat is niet met modder gooit, dus aan één kant modder gooit. Nou, als er modder gooit wordt, dat accepteer je en dat is zijn mening en dat accepteer je die dingen. Maar hoe is dat? Want jullie hebben denk ik altijd wel een redelijk vriendschappelijke band gehad, kunnen we wel stellen. Tenminste, in ieder geval in de beginperiode. En dan nu krijg je deze ineens om je oren. Stel voor dat jij je vraag, hoe je dat nu zegt, dat we altijd zeg maar goed met elkaar om, dan is het eigenlijk raar dat het opeens dan wel opeens mis is. Dat weet ik niet, maar... laten we zo zeggen, weet wel, Jan Jok een beetje. Ja. Klein beetje. Over het dictatorgedeelte, maloot-gedeelte of het spelersgedeelte? Daarom zeg, laat ik zo zeggen, weet wel, je mag alles invullen, maar ik zeg, hij jok een beetje. En dan nu? Blik op de toekomst? En dan komt, dat heet je bezwollen, zoals hij weggegaan met de bitterbal. Met Sparta heeft hij toen gedaan. Hij is toen hoofdopleiding geweest, nog tot het einde van vorig jaar is hij nu weggegaan. Dus... Laten we zo zeggen, weet wel, er zitten ook een paar dingen in waar hij absoluut gelijk in heeft. Ik vind Jan een hele goede trainer. Een trainer waar je ook enorm mee kan lachen. Maar er zijn ook bepaalde dingen dat ik zeg, Jan, je praat het wel enorm in je voordeel. Kijk, als hij zegt, luister, het kleineren van bepaalde dingetjes. Hij zegt, luister, Dordrecht is geen Barcelona. Maar toen heb ik gekeken. Jan Eversen is ook geen Mourinho. Kunnen we zeggen, een technisch directeur na de wedstrijd in de kleedkamer is niet verstandig? Ik zeg ook niet dat het goed is. Hè. Laat het even nou vooropstellen. Weet je, daar heb ik nieuws voor je. In de toekomst ga ik niet meer in de kleedkamer. Dus als we 3-0 gewonnen, weet je, dan de vakbond van de coach betaald voetbal mag blij zijn. Hoe noemen ze al die vakbond? Ik kom niet meer in de kleedkamer. Als jij nou even een handtekening zet. Ik kwam eigenlijk alleen maar voor die handtekening. Joh. Ja, dit is allemaal bonus. Ja, ik zal het nog laten zien ook. Oh, nou. Hiro, je moet hem niet, dat mag niet, dat is altijd privé. Nee, ja. Ik zie maar een bericht van Jan Eversen, goed plan. Hiro, Marco, we bestellen vandaag de tweede druk. Nou, helemaal top. Maar de eerste druk moet nog getekend worden, daar kwam ik voor. Dus, ik teken. Ik heb een pen. Je kon hem ook signeren als Kim Jong-un, begreep ik. Ik heb het gehoord, ja. Ja, en de naam?